Goedemorgen, het is kort over één. We hebben zo lang geslapen, maar ik ben ook zo laat gaan slapen, pas om 3:30. Veel te lang lopen editen, maar ik loop een beetje achter, te veel leuke dingen gedaan. Dus vandaag gaan we het gewoon even heel rustig aan doen. We wilden eerst eigenlijk naar Lama Island, maar daarvoor is het nu gewoon echt te laat. Daarom gaan we naar 10.000 Buddhas. Dat is eigenlijk een niet heel bekend klooster in Hongkong. En het wordt ook niet gepromoot door de Hongkong Tourism Board, omdat daar blijkbaar bouwwerkzaamheden zijn en bla bla. En dan vinden ze het niet veilig genoeg voor toeristen. Maar ik ben daar eerder geweest met mijn broertje en dat vond ik eigenlijk echt heel leuk. En wil ik ook aan Stefan laten zien. Dat is vrij dichtbij hier. En dan gaan we een beetje vroeg eten en weer vroeg naar de hotelkamer. Want morgen gaan we wel echt naar Ocean Park. En daarvoor moeten we gewoon een beetje op tijd gaan slapen. En morgen gewoon goed op tijd opstaan. Nu snel douchen, eten en op pad naar 10.000 Buddhas. En dit is wat ik aan heb vandaag. Deze super vette lange crop top. Deze heb ik in Shanghai gekocht. Met artistiek staat erop. Vond ik echt heel vet. Mijn tulle witte rokje met stippen weer. Zilveren schoentjes uit Taiwan. En mijn gestreepte sokken uit Zuid-Korea. Die sokken, trouwens, voor het geval je denkt, eeuw, hoe vaak trek je die wel niet aan? Nou, ik was ze gewoon in de douche. Dat heb ik gewoon tijdens het backpacken echt opgepikt. Gewoon hup, wat je aan hebt gehad, meteen meenemen in de douche. Een beetje wassen met gewoon douchegel of whatever. Even 2 dagen laten drogen en schoon zijn je kleren weer. Dat kan je natuurlijk ook gewoon op vakantie doen. Hoef je veel minder sokken mee te nemen, veel minder ondergoedjes. En ze drogen eigenlijk gewoon heel snel allemaal. Dus dit is mijn hele outfit voor vandaag. Bij 10.000 Buddhas moet je best wel veel lopen. En dit is op zich wel vrij comfortabel allemaal om ook mee, ja, gewoon een flinke afstand af te leggen. Lego? Stefan is dus altijd van de provocerende t-shirts. En ik zag de t-shirts en ik dacht, joh, heb je nou Hitler op je t-shirt? Dat kan echt niet. Toen zei hij, nee, dat is een hele bekende wetenschapper. Dat is Telsa. Maar zijn hoofd is hier kaal geschoren. Dus ik zo, Telsa, schat, weet je zeker dat het niet Tesla is? Waarbij ik me dus ook schaamde dat ik niet wist dat het Tesla was. Zegt hij, nee, het is echt Telsa. Alleen zijn hoofd is kaal geschoren. Toen zei ik, misschien moet je even googlen. Hij googelen. Oh ja, misschien is het ook toch Tesla. Aangezien ik Joegoslavisch ben, had ik dat ook wel moeten weten. Dus het is een beetje shame on the boat. We gaan vanavond dus ook weer eten met mijn ouders. Mijn moeder gaat denk ik heel blij zijn met dit cadeautje. Op moederdag een kaal geschoren Tesla op Stefans t-shirt met Anarchy erop. Ik ben benieuwd. Hier begint het pad met de eerste Boeddha's. Ik heb ze nooit geteld, 10.000 is een beetje te veel om te tellen. Maar het zijn er wel echt ontzettend veel. Hier begin je dus naar boven te lopen en het is echt wel een loopje. Oké, er valt ineens een tak naar beneden. Gelukkig stond er niemand onder. Wij gaan de Path of Wisdom gaan we afleggen. Alle Boeddha's hebben een ander gezicht. En je hebt natuurlijk een beetje strenge Boeddha's zoals deze. Maar ook grapjassen zoals deze, vrolijkert. En je hebt er echt zoveel. Kijk hoe cool. Het is echt heel tof om te zien. Als je hier naartoe gaat, raad ik je trouwens aan om echt op zondag te gaan. Want dan is het hier heerlijk rustig, ondanks dat de Maleisische en de Thaise werksters allemaal vrij zijn en toch ook hier naartoe komen. Maar de stad is dan zo druk. Alle mensen zijn natuurlijk vrij die normaliter werken. En die gaan ook allemaal hun eigen dingen doen en winkelen en bla bla. En hier kan je echt even gewoon een oase van rust opzoeken en mooie dingen zien. Flawless monnik. Ik ben echt gek op kloosters en kerken tegenwoordig. Ik word er zo rustig van en deze plek is zo mooi. Weet je, zo met het uitzicht over Hongkong en al die Boeddha's met al hun verschillende gezichtsuitdrukkingen. Het is echt
fantastisch om hier te zijn. Ik denk dat ik zeker nog een keertje terugkom wanneer Stefan weg is. Omdat ik zoveel... Weet niet, ik voel me gewoon gelukkig hier. En ik word er zo rustig van. Het is echt... Ja, niet te beschrijven. Het is echt heel mooi. Deze dame is denk ik mijn favoriet. Flawless. Kijk hoe mooi haar handen zijn en hoe sierlijk ze staat en ook met het hoofd. Love it. Oh my god, ik moet hier echt terugkomen. Ik voel me hier zo gelukkig op dit moment. Echt, ik ben trouwens ook een echte backpacker geworden met allemaal beeldjes en dingetjes. Die heb ik hier gekocht. Het is een Chinese unicorn. Een eenhoorn. Je ziet het niet, maar voor mij is het gewoon heel speciaal voor deze dag. En weet je, je hebt soms van die momenten op reis dat je je echt ultiem gelukkig voelt. En dit is één van. Wow. Ik heb een primeur. We hebben een etentje met mijn broertje en mijn ouders en Stefan natuurlijk voor moederdag. We hebben afgesproken om 6:30 bij mijn broertje, dus om 6:30. We zijn hier om 6:01. Te vroeg, te vroeg. Woehoe. Wij gaan nu een ijsje zoeken. Hopelijk komen we daardoor weer niet te laat. Maar dit gebeurt dus best wel vaak bij mij. Hè. Dan ben ik zeg maar op tijd, dan ben ik veel te vroeg. Dan ga ik dus weer allemaal andere dingen doen en dan ben ik alsnog te laat. Maar oké, we zijn nu te vroeg, we hebben alle tijd, we gaan een ijsje zoeken. En op tijd komen, toch schat? Stefan heeft een gewone sundae van de McDonald's. En ik heb een sundae met zwarte sesamsaus en marshmallows. Oké, proberen. Daar gaat ie. Dit is zo lekker. Ik weet niet wat ik lekkerder vind, het zwarte sesam sundae ijsje of de sundae met de zwarte sesamsaus. Ik denk deze. Deze heeft net iets meer zwarte sesam smaak. Zo lekker. Wow, we zijn gewoon op tijd. Ook gaan we checken of Nish, mijn broertje, of hij wel Tesla in één keer herkent. Kijken hoe slecht hij geslapen ik ben. Ik zeg dat hij hem niet herkent. Ga het zien. Huh, dit is... Vet bizar. Nies, de deur is ineens verdwenen of zo. Kijk, daar hebben we het prijsstalletje. Hier is de zeg maar, huismeester die ons eerder had geholpen om zijn huis te vinden. En dan loop je door. Dan was het dus hier. En ineens is het een fire door geworden. En daar is het ook niet. Hongkong, echt serieus. Het is net Hogwarts. Zwijnstein in het Nederlands. Je weet toch het Harry Potter kasteel? Dingen per dag veranderen. Straten en trappen en dingen. En dan... kan je het gewoon niet vinden. Als je ooit een winkel vindt in Hongkong, koop wat je wil hebben, want je vindt die winkel niet meer terug. Het gebeurt gewoon niet. Nies komt nu naar beneden om ons op te halen. Kijken of hij Tesla herkent. Oké, never mind. Stefan en ik waren gewoon bij de verkeerde deur aan het kijken. Kippies! Nies heeft nog steeds niks gezegd over het t-shirt. We gaan nu naar mijn ouders, checken of zij iets erover gaan zeggen. Oké, ik ben blij dat ik niet de enige ben die gezakt is voor de Joegoslaaftest. Mijn ouders hebben Nikola Tesla op Stefans t-shirt niet gezien, mijn broertje heeft het niet gezien. Ik voel me al een beetje over mezelf. We zitten in een Indiaans restaurant, we hebben net de papadums opgegeten. En ik heb een mango lassi. Ik heb palak paneer. Dat is spinazie met paneerkaas. Wel een beetje weinig paneerkaas moet ik zeggen. En naan. Hey, het is 1:00. Ik ga snel slapen, want morgen gaan we dan eindelijk echt naar Ocean Park. Yes. Als je al geabonneerd bent, you rock. Dankjewel. Ben je nog niet geabonneerd en wil je meer van mijn travel vlog zien? Dat kan hieronder. En wil je nu meteen meer travel vlog zien? Dat kan hiernaast. Want hierin zie je de vorige aflevering en kom je meteen bij een afspeellijst met... alle eerdere afleveringen, dus dan kan je meteen binge-watchen. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen. Welterusten!